Van deze woning gaan we een daglichtfactor berekening maken. Dit doen we met behulp van de Daylight Visualizer van Velux. Als eerste gaan we het ArchiCAD bestand exporteren naar SketchUp. Dit kan alleen in het 3D scherm. We gaan naar 3D, File, Save As. En dan kiezen we opslaan als een SketchUp file. .skp. Je kan kiezen welke bestanden je allemaal op wil slaan. En dan gaat het ArchiCAD het bestand exporteren. Dit kan een tijdje duren afhankelijk van de complexiteit van het model. Als het exporteren klaar is, starten we de Daylight Visualizer van Velux op en importeren daar het SketchUp bestand. Import project. Open. En dan is het bestand ingeladen en gaan we de tabbladen af. Schaalfactor in millimeters. De oppervlakte. Vooral het materiaal glas is belangrijk dat je dat aangeeft. Diverse glas. Window glass kiezen we daarvoor. Met een LTA-waarde van 68. En voor de vloer kiezen we een houten vloer. Locatie geven we aan. En eventueel kan je de noordpijl nog aanpassen. Dan de camera. In de mogelijkheid om de plattegrond te laten zien, doorsneden of een perspectief. En in het laatste tabblad kunnen we renderen. En kan je ook de verlichtingsterkte aangeven. Of eventueel met een ISO-lijnen. Voor de daglichtfactor kiezen we Render Type Daylight Factor. En renderen we nogmaals. Je kan de renderkwaliteit ook omhoog gooien. De rendertijd duurt dan wel een stuk langer. Daglichtfactor kan alleen van de plattegrond. Je kan een rechthoek trekken en dan berekent hij de gemiddelde daglichtfactor van de gehele woning.